Welkom bij weer een nieuwe vlog. Deze week de doelstelling. Aankomende donderdag. Squatten, 1 set, 5 reps, 142,5 kilo. Bankdrukken, 1 set, 5 reps, 77,5 kilo. Een deadlift, 2 sets, 3 reps met 155 kilo. Vandaag wil ik wat extra werk voor de overhead press doen. En ik heb dus ook creatine genomen om me net even dat ene extra zetje te kunnen geven. Creatine duurt meestal 1 à 2 weken voordat het echt volledig is opgenomen door je lichaam, dat je voorraden zijn aangevuld. Daarbij wil ik dus wat assistentiewerk doen, de overhead press iets wat veranderen qua gewicht. En zo gaan we weer opnieuw opbouwen. Dan moet ik mezelf nog even omkleden. Tevreden over. Ging relatief makkelijk. En bij het eerste setje van de Power Clean zat mijn oordopje nog onder mijn belt en dat leidt behoorlijk af. Na de Beerfust overhead presses ben ik doorgegaan naar close grip bench presses. De close grip bench press legt iets meer de nadruk op de triceps dan de normale bench press. En dat kan natuurlijk goed van pas gaan komen als ik mijn overhead presses wil gaan verbeteren. En dat komt deze donderdag ook van pas tijdens de bench press PR. Dat is er niet meer in. Training van maandag. Heerlijk training. Lekker. Ik bedoel de training van zondag. Lekker training. Maandag flinke spierpijn. Op dit moment ook een flinke spierpijn. En dan vooral in mijn middel.
vandaag hersteltraining, dus we trainen ook vrij rustig. En dan wel zien. Tot volgende keer. Ah, spierpijn. Zoals jullie misschien wel weten ben ik met de Power Cleans en de Power Snatch totaal nog niet tevreden qua uitvoering. En over het gewicht spreken we nog niet, aangezien de uitvoering nog niet juist is, gaan we ook het gewicht niet verhogen. En daardoor heb ik een iets wat andere tactiek toegepast. Ik visualiseer nu wat meer. Ik probeer een soort van halve reps te maken. Zeg maar meer een hang clean en een hang snatch. En daarna ga ik over naar de volledige oefening. En dit werkt voor mij echt heel erg goed. Redelijk tevreden. Eens kijken wat de donderdag gaat brengen. Het is koud, het is vuur, het is donderdag en het is tijd voor 3 pers. Let's go! Heel makkelijk. Tevreden. Boom. Goed. Iets zwaarder dan verwacht, maar legit. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more. Life than this, reaching for the hope, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, bring him sin.
redelijk makkelijk. Redelijk makkelijk. Tweede setje, zullen we zien. Verandering niks aan. Volgende week plus 2,5 kilo. De bench die switch ik van één set, één zware set van 5 naar 2 zware sets van 3. Omdat ik toch zag dat ik daarmee begon te haperen en ik daar absoluut niet op vast wil lopen. Beter in kleine stapjes vooruit gaan als in grote stappen vooruit gaan en perfect vastlopen en dan weer zien onstuk te komen, zeg, los te komen. Bedankt, tot volgende week.